Was Jezus een medium? Hoe kon Jezus zijn geloof onderbouwen? Was dit door wonderen of door inspiratie? Jezus kon mensen van hun pijn afhelpen. Dit kunnen mensen die reiki beoefenen ook. Reiki is te leren, maar mensen geloven vaak niet in reiki. Waarom geloven mensen niet in zoiets als reiki, maar wel in Jezus? Waar geloven mensen dan eigenlijk in? Maar waar geloof jij in? Is het mogelijk om te geloven in iets onverklaarbaars? In de tijd van Jezus waren er net als nu ook veel sceptici. Maar blijkbaar overstegen de wonderen het geloof van de mensen in die tijd. Is het dan makkelijker om te geloven in een wonder dan in paranormaliteit? Wetenschappelijk gezien zijn beide niet mogelijk. Maar gelooft toch een groot percentage van de wereld in deze wonderen. Maar wat als ik nou vertel dat dit geen wonderen zijn? Dat het dingen zijn die iedereen kan, maar nog niet iedereen weet hoe ze dit kunnen toepassen. Heb jij wel eens een droom gehad die later tot in de details precies uitkomt? Heb je wel eens het gevoel gehad dat jij andermans gevoelens kon voelen en wist dat het niet jouw eigen gevoelens waren? Dit zijn situaties van paranormale gaven die bijna ieder mens in hun leven wel eens mee heeft gemaakt. Ik heb mij hierin verdiept en ben hier ook over aan het leren. Paranormaliteit is iets wat iedereen kan leren. Het is jammer dat zoveel mensen niet de aangeboren potentie uit zichzelf halen en vaak kiezen om er niets mee te doen. Bij de een gaat het wat gemakkelijker dan bij de ander, maar dat betekent niet dat het onmogelijk is. Net als bij een religie is het belangrijk om te vertrouwen op wat je gelooft. Dit werkt voor mij heel praktisch. Bijvoorbeeld tijdens het masseren. Bij een massage gebruik je je handen om iemands pijn te verlichten door middel van beweging. Bij die massages is de intentie heel erg belangrijk. Bij mijn massages kan ik door middel van de juiste intenties en gedachtes zelfs pijn verlichten zonder mijn handen te hoeven bewegen. Dit wordt ook wel herkend als reiki of dergelijke technieken. Er bestaat een groot verschil tussen mensen die hier niet voor openstaan en mensen die hier wel voor openstaan. Bij de mensen waarbij ze openstaan voor alternatieve therapieën, zoals reiki, is het voor mij gemakkelijker om die mensen van hun pijn af te helpen. Bij mensen die hier niet voor openstaan, kan het vaak ook, maar wordt het veel lastiger en een langdurig proces. Het lichaam en geest moet hiertoe bereid zijn om deze behandeling te ontvangen. Maar ieder mens kan wel meer dan alleen reiki. Denk aan toekomstvoorspelling, contact met overledenen en meer. Maar hoe doe je dat? Het is vergelijkbaar met bidden. Heb jij ooit gebeden? Is een gebed ooit uitgekomen? Contact met de paranormale wereld kan via een vorm van bidden. Maar in plaats van het bidden naar een hogere macht, bid je naar jezelf. Deze gebeden kunnen uitkomen. Bij mij zijn ze vaak uitgekomen. Neem bijvoorbeeld een voorspelling die ik deed tijdens mijn studiereis in Berlijn. We gingen van Berlijn terug naar Nederland in een grote touringbus. En ik voorspelde de dag voor we vertrokken de exacte aankomsttijd van de tussenstop
bij een restaurant. De vertrektijd uit Berlijn zou om 2 uur zijn. Mijn voorspelde aankomsttijd bij het restaurant was 5:30. Wat ik niet kon voorspellen, was dat we een uur in de weg gingen en uiteindelijk uren in de file stonden. Ondanks de file kwamen we exact op de voorspelde tijd aan bij het restaurant. Je kan dit toeval noemen, maar dit is mij vaker overkomen. Bijvoorbeeld met voetbaluitslagen. In 2012 heb ik hiermee geëxperimenteerd en wilde ik kijken of ik voetbaluitslagen kon voorspellen. Ik kon precies voorspellen welk team welke score zouden halen. Bijvoorbeeld Ajax tegen PSV 2-4. Dit kon ik lang precies voorspellen, maar hiervan waren er maar 12 van de 14 voorspellingen goed. De 2 keer dat ik het fout had, waren de 2 keer dat ik had geprobeerd geld in te zetten op de uitslag. Dit werkte niet. De voorspelling werkte alleen als ik er niet rijker van wilde worden. Wederom kan het toeval zijn, maar het wordt al wel minder ongeloofwaardig. Naast deze situatie waarbij toeval een mogelijke factor kan spelen, zijn er veel mensen die sceptisch hierover zijn. Maar over de volgende situatie krijg ik de meeste mensen wel aan het denken. Toen ik 2 jaar oud was, was ik met mijn moeder en mijn oma bij een vrouw op bezoek. Ik was jong, vervelend en koppig, maar in deze situatie was ik gewoonweg onhandelbaar. We kwamen bij deze vrouw binnen en vlak nadat ik als 2-jarig ventje haar aankeek, begon ik hard te huilen en te schreeuwen. Er was geen stoppen aan en mijn moeder en oma besloten mij maar weer mee naar huis te nemen. Toen mijn moeder mij vroeg op de terugweg waarom ik nou zo hard moest huilen, was mijn antwoord: baby dood. Een simpel antwoord van een jong kind. Maar waarom ik dit wist, dat weet ik vandaag nog steeds niet. Blijkbaar was die vrouw waarbij we op bezoek waren zwanger en had een aantal weken na mijn bezoek een miskraam. Ik was te jong om te weten hoe een zwangerschap in elkaar zit en ik kon niet aan haar uiterlijk zien dat zij 2 maanden zwanger was. Wat ik hiermee probeer te zeggen is dat de mensen de mogelijkheid kunnen hebben om dingen te weten die ze op wetenschappelijk niveau niet eens kunnen weten. Maar toch gebeurt het en sta ik volledig achter deze gebeurtenis. Paranormaliteit is bij mij niet meer de vraag, bestaat het, maar hoe kan ik hiermee omgaan? Zodra er veel onverklaarbare dingen in je leven gebeuren, kan je er tegen vechten en negeren of omarmen en mee leren omgaan. Dit laatste is wat ik doe en hoop dat meerdere mensen dit ook durven te doen. Wat nou als je met overleden familieleden kon praten, jaren na hun dood? Zou je dit willen? Zou je hierover meer willen leren? Wil je dit ook kunnen? Dit zijn vragen die ik mezelf vaker heb gesteld en mij daarom heb geïnspireerd om hier verder in te gaan verdiepen. En sinds ik mij hierin heb verdiept, heb ik een wereld leren kennen vol wijsheid, bijzonderheid en wonderen, die ik naar de fysieke wereld kan brengen. Wat ik hoop, is dat meerdere mensen de mogelijkheid krijgen om in deze wereld te gaan geloven. Zodra je in contact staat met deze wereld en leert te vertrouwen in jezelf en deze wereld, gebeuren er hele bijzondere dingen. Deze ervaringen brengen mij en hopelijk ook anderen veel positiviteit, geluk en een beter begrip van de mensen en de wereld om ons heen. Ook benieuwd naar wat ik jou kan brengen? Geloof in het ongeloofwaardige.